Goedemiddag, het is weer vrijdagmiddag en de hoogste tijd voor een nieuwe Sloep & Tender videoblog. Nou, vandaag gaan we het hebben over de stalling en de werkzaamheden die daaraan verbonden zijn. Want helaas, het seizoen is alweer bijna het zoemende. Al moet ik wel zeggen dat we nog een paar laatste leuke scheuten krijgen van een Indian Summer. Dus ik hoop voor een aantal dat jullie toch nog een paar vaardagen hebben dit jaar. Maar goed, heel veel mensen hebben de boot al gebracht voor de winterstalling. Of die gaan hem in ieder geval eerdaags eventjes hier brengen. En daar gaan we natuurlijk onderhoud aan plegen. Maar misschien wil je zelf ook wel onderhoud plegen aan jouw boot. En we gaan vandaag even een beetje laten zien wat er allemaal aan de boot moet of kan gebeuren in de winter. Ja, ook een goedemiddag namens mij vanuit het zonnige Rijnsaterwoude. Joni heeft het al even verteld, maar de boten komen bij ons aan via de Braas, hè, dus waar we net waren. Of die halen we op met trailers of ze worden gebracht met een trailer. Nou, en als die boten dan naar ons toe komen of bij ons zijn, dan zetten we ze altijd hier neer. En dan kunnen we goed kijken wat er aan de boten gebeuren moet. En ja, ik moet lachen met Joni, sorry. daar ben ik het helemaal kwijt. Opnieuw. Ja, ik word zenuwachtig. Wij hebben namelijk de afspraak dat je, als je je verspreekt of vergist of even de tekst niet meer weet, dat je een joker kan inzetten. Nou, die is bij mij al op na de eerste 5 seconden. Dus ik heb geen joker meer, dus we gaan gewoon lekker door. Nee, als de boot dus hier staat, dan zien we aan de hand van de werkorde wat er allemaal aan moet gebeuren. En dan kiezen we de werkzaamheden uit. Die het meest voor de hand liggend zijn. Dus als er heel veel werkzaamheden aan de boot zijn, doen we dat soms wat later, zodat we zoveel mogelijk boten zo snel mogelijk naar binnen kunnen loodsen. Wat van veel mensen een denkfout is, is dat als een boot weinig gevaar heeft, dat hij dan geen onderhoud nodig heeft. Maar dat is een denkfout, want het is juist wel zo. Iedere boot, of je nou wel of niet gevaar hebt, heeft onderhoud nodig. En zeker het schoonmaken van de boot, het onderhouden van de onderkant als de boot altijd in het water ligt, en natuurlijk het onderhoud aan de motor en ook aan de buiskap. Nou, je ziet hier heel veel boten die binnengekomen zijn. Deze boot bijvoorbeeld, daar is nu nog niks aan gedaan. Dus je ziet hier inderdaad de aangroeien van de boot. Best wel een beetje een smerig gezicht. Nou, als we die boot gaan afspuiten, dan ziet hij eruit zoals bij deze. Deze boot heeft antifouling, maar die hebben we schoongespoten. Dus je ziet nog een paar kleine restjes algen groeien, maar voor de rest is dat weg. En we zien eigenlijk ook dat deze antifouling nog in goede conditie is, dus deze hoeven we niet te vervangen. Sommige boten hebben geen antifouling. Die hebben we hier bijvoorbeeld. En ook deze is al schoongespoten, maar je ziet wel dat die alg eigenlijk een beetje als een soort van in de gelcoat bijt. Want het krijg je er gewoon niet heel makkelijk af. Dit is wel afgespoten, maar het bijt zich gewoon vast in de romp. En daarom adviseren wij eigenlijk altijd om na een aantal jaar, of in ieder geval uiterlijk na 2 jaar, antifouling aan te brengen op een boot. Wat wordt er dan gedaan? Nou, dat zien we bij deze boot. De waterlijn wordt dan afgeplakt, dus we kunnen precies zien hoe de boot in het water ligt. Dan wordt de boot helemaal geschuurd, ontvet. En dan wordt hij voorzien van 2 lagen primer, zodat je goede hechting hebt aan de gelcoat en dat de gelcoat waterdicht wordt afgesloten. En aan die primer hechten we dan weer een antifouling. En antifouling zorgt er eigenlijk voor dat je geen, of in ieder geval minder, algengroeien hebt. Nou, die primer zorgt er ook voor dat je op de lange termijn geen osmose kan krijgen. Osmose is een vervelend proces van je gelcoat. Daar kan ik nog een keer later wat meer over vertellen. Dus antifouling is dus kortom altijd raadzaam om op je boot aan te laten brengen. En als het helemaal aangebracht is, is het ongeveer 2 tot 3 jaar goed afhankelijk van je vaargebied en vaargedrag. Ja, de antifouling zorgt natuurlijk ook voor dat je onderwaterschip wat schoner blijft. Dat je geen schelpen aangroei hebt, of in ieder geval minder. Waardoor je meer efficiëntie hebt door het water, minder brandstofverbruik en je snelheid behouden blijft. Zoals je dat aan het begin zo ongeveer gewend bent. Nou, we lopen nu even de werkplaats in. We hebben wat herrie, dat komt omdat er gewoon gewerkt wordt uiteraard. Dus we gaan gewoon even kijken nemen bij collega's wat ze allemaal aan het doen zijn.
Ja, we krijgen hier van allerlei klanten uiteraard boten binnen. En zo ook deze Maxima 630. Nou, deze klant heeft behoorlijk wat schade gevaren. En natuurlijk ook andere boten die tegen hem zijn gevaren. Dus we hebben rondom eigenlijk dit soort gelcoat schadeplekken. Best wel heel erg fors bij deze boot. Ik heb het ook zelden zo heftig gezien als bij deze. Maar we kunnen dat allemaal wel weer helemaal goed krijgen. We hebben ook gelijk even een technische controle van de boot gedaan. We hebben ook gezien dat een aantal elektrische componenten niet op de juiste manier zit aangesloten. En hier onder het zwempateau kwamen we ook nog wel een schokkende ontdekking tegen. Hier zie je namelijk, oh, er komt zelfs een spin. Er komt een spin uitlopen zelfs. Het is natuurlijk een buitenboordmotor die in een bun hangt en er moeten altijd uitlaatgassen naar buiten kunnen. En dat doen we door middel van een uitlaatslang. Alleen die hoort gewoon met een doorvoer door de huid heen te gaan. En niet zo met een schroefje onderin het zwempateau gedraaid worden en een gaatje wordt dat de lucht eruit kan. Dit is gewoon, ja, dit werkt niet. Het wordt afgesloten door de waterdruk. En ja, binnen de kortste keren gaat het slangetje kapot en komt hij in de schroef. En heeft hij geen functie meer, gaat de motor stikken in zijn eigen uitlaatgassen en heeft de klant dus problemen ermee. Dus nou, we hebben deze klant uiteraard op de hoogte gebracht van, goh, we zijn bezig met onderhoud aan die boot. En noemen dat soort dingen ook even op. En dat is natuurlijk altijd aan degene of ze het wel of niet opgelost willen hebben. Maar in dit geval is het eigenlijk wel een ding wat gewoon moet gebeuren. Dus dat gaan we ook zeker oplossen. In de werkplaats zijn we ook heel veel bezig met gelcoat reparaties. Nou, gelcoat is eigenlijk de laklaag van de boot. Bijna iedereen, dus maak je geen zorgen als je hier met een kras komt aanvaren. Bijna iedereen heeft wel een schade ieder jaar. Sommige boten zonder kabelaring, zoals een Primeur 17, zijn er ietsjes gevoeliger voor. Dus het is natuurlijk wel heel erg mooi dat die zijn zonder kabelaring en rand. Maar het heeft ook een beetje nadelen dat het iets gevoeliger is. Dus dat moet je altijd in overweging houden. Maar dit heeft niet zoveel met de zijkanten te maken, want hier zit normaal het toplicht in. En die zit achter op de kont van de boot. Alleen, hij is onder een brug doorgevaren en de toplicht die zat nog erin, dus dat was te hoog. Dus die is zo uit het dek gescheurd, dus we zijn het nu helemaal aan het herstellen met gelcoat, zodat je er straks niks meer van ziet. Nou, tussen alle windzandersdrukte door wordt er ook gewoon gebouwd aan nieuwe boten. Zo wordt deze Waterspoor 808 gewoon afgebouwd nog voor dit jaar voor de klant. En is Michal nu bezig met het monteren van de dekopeningen voor andere, de watertank, de vuilwatertank en de brandstoftank. Ja, en zo gaat het onderhoud van de boot natuurlijk ook gewoon door. De Rewi is deze Corso 590 een onderhoudsbeurt aan het geven. Alle onderdelen zitten altijd mooi in zo'n maintenance kit. En onder de bun wordt dan altijd onderhoud gegeven. 9 van de 10 keer laten we de buitenboordmotor gewoon in de bun zitten, dus die wordt er niet uitgetakeld of zo. Dat is alleen wel het geval bij grote reparaties, of als we er niet bij kunnen. Je ziet inderdaad dat netjes de olie er wordt afgetapt en de motor service krijgt. En Cooper helpt ook mee. En Cooper helpt ook mee, ja. Ja, bij alle motoren in de boot zijn eigenlijk twee dingen heel erg belangrijk. Dat is de koeling en dat is de smering. Nou, koeling is gewoon het koelsysteem. Een boot haalt bijna altijd zijn water uit het water, logischerwijs. Pompt door het... Zo niet uit te lachen, ja, dat is logisch. Nee, maar er zit bij iedere boot zit eigenlijk een schepje ergens. Bij een buitenboordmotor is dat hier bij de staart, zie je natuurlijk niet. Maar hier door de S heen filmen, dat zal wel niet lukken van Suzuki. Nee, dat is... Zie je dat hier? Niet gelukt om vast te leggen op film. Maar in ieder geval, hier komt het koelwater de motor in, wordt door het motorblok heen gepompt en het komt er... onder andere bij het koelstraaltje weer uit. Dan kun je in ieder geval checken dat die koeling heeft. En om dat voor te bewegen zit er altijd een impeller in een boot. En dat is een rubber schoepenratje. En die kan inderdaad na een bepaalde tijd of een bepaald aantal draaiuren verslijten. Waardoor die kan gaan breken. En dat er dus schoepenratjes in het koelsysteem komen waardoor die niet meer koelt. En dat is natuurlijk niet heel erg fijn als je met een boot vol vrienden en familie zomers lekker op de plas aan het dobberen bent. Dus die is altijd belangrijk om te vervangen. En wat ook belangrijk is, is de olie om dat ieder jaar te wisselen. Olie geeft smering. En zeker ook bij nieuwe motoren kunnen er wat kleine slijpseldeeltjes, dus echt minuscuul, kunnen in de olie komen. Dus belangrijk om die filter of om die olie er ook uit te halen. Zodat de motor altijd zo slijtagevrij mogelijk eigenlijk kan draaien.
Nou, dat zijn twee essentiële dingen die eigenlijk ieder jaar in ieder geval nagekeken moeten worden of vervangen. En daaromheen kunnen we natuurlijk ook nog de bougies doen. Dat doen we niet ieder jaar, het is ook niet ieder jaar nodig. Maar ons advies is altijd één jaar een kleine beurt en het andere jaar een grote beurt. En die kleine beurt start dan bij aanschaf van een nieuwe motor. En ja, soms moeten we op advies toch twee keer een grote beurt doen achter elkaar. Of soms twee keer een kleine beurt. Maar in de basis is het groot, klein, groot, klein. Wat ook altijd heel belangrijk is, is dat je de boot natuurlijk, als je hem gekocht hebt, wil je hem eigenlijk zo houden. Mooi schijnend en ja, dat hij er nieuw uitziet. Dat kan bij boten, want wij krijgen boten wel eens van 10 jaar oud terug, waarvan we denken, nou, die kunnen we zo in de show omzetten. Maar we krijgen ook boten terug van 1 jaar oud die er helemaal niet meer uitzien. En dat ligt echt aan het onderhoud van je boot. Wij kunnen natuurlijk de boot helemaal poetsen, polijsten, in de was zetten, schoonmaken en reinigen. Dan hou je de boot eigenlijk in de beste conditie. Dat zijn ook dingen die je uiteraard zelf kan doen, bijvoorbeeld in het voorjaar en het najaar. En daar heb je heel veel speciale reinigingsmiddelen voor. Onder andere heb je die reinigingsmiddelen van Dulon. Hier bijvoorbeeld een bootshampoo, ook een hul- en waterlijnclean. Die gebruik je inderdaad voor de waterlijn. Dat is een iets sterker schoonmaakmiddel. En zo hou je die boot eigenlijk in goede conditie. Stel dat je kleine krasjes hebt op de romp, of je hebt vennenkrasjes van de boeien. Johnny zit me weer uit te lachen. Dan moet dat gepolijst worden. En dat is wel iets wat iets specialistischer werk is. Hè. De handige doet het zelf, kan het ook zelf. Maar dat is wel een werkje wat je misschien niet allemaal thuis kan en wil doen. Sowieso is dat boven het water niet te doen. Dus dat moet echt wel als winters gebeuren. En daarmee kunnen we ook echt kleine krasjes eruit halen. Zijn het diepere krassen? Ja, die moeten echt opgevuld worden met gelcoat. Ja, ook op de buiskap van een boot heeft wat te lijden. Want ja, die dekt natuurlijk de gehele zomer en soms ook een deel van de winter of van de herfst de boot af. En zeker buiskappen die wat lichter van kleur zijn, zoals deze Vision Cap. Of buiskappen die onder een boom liggen, die hebben het zwaarder te verduren. Wat altijd belangrijk is, is dat de kap schoongemaakt wordt. Hè, dus dat de vogelpoep, spinnenpoep, schimmels worden verwijderd. Alleen met dat schoonmaken van de kap haal je vaak ook het waterafstotende laagje van het doek eraf. En daarom is het belangrijk dat die ook weer geïmpregneerd wordt. Dus beoordeel goed of je kap onderhoud nodig heeft. Hoe langer je ermee wacht, hoe meer die waterafstotende laag eraf gaat. En hoe slechter eigenlijk de conditie van je kap wordt. Eens in de 3 jaar helaas, misschien 4 jaar als je geluk hebt, moeten deze ramen vervangen worden. Vroeger waren die ramen van veel betere kwaliteit, alleen vanwege de milieueisen en de weekmakers worden die kappen eigenlijk vrij snel lelijk. Dus iedere 3 of 4 jaar zul je die helaas moeten vervangen, want dan krijg je zo'n lelijke gele rand onderin. En we kunnen misschien wel even een fotootje inmonteren hier. Ook de stiknaden, die lopen we altijd even na, eens in zoveel jaar. Ook dat is afhankelijk van de kwaliteit van je kap en van het gebruik. Maar ja, in principe kan een buiskap wel 10 jaar meegaan, mits je hem goed onderhoudt. Hè. Dus een keer de stiknaden vervangen, de ramen vervangen, dan kun je zo'n kap best wel in goede conditie houden. Een van de dingen die natuurlijk ook onderhoud nodig hebben, dat zijn de kussens. En de kussens zijn vaak gemaakt van stof of van diamanten. Dus een soort kunststof, zoals bij deze boot. Of Sky heb je natuurlijk ook. En het beste onderhoud voor je kussens is door ze simpelweg even schoon te maken. Zorgen dat ze helemaal droog zijn. Uit de boot te halen en die bijvoorbeeld op een droge zolderkamer of schuur leggen. Zodat die kussens helemaal droog zijn en niet vochtig in de boot blijven. Wat we vaak zien is dat er natuurlijk een hoop gegeten en gedronken wordt in een boot. Dat die voedselresten op de kussen blijven zitten. Nou, dan gaat het lekker broeien in zo'n boot 's winters. En dan heb je in het voorjaar schimmel. En dat krijg je er soms niet helemaal meer lekker uit. Dus zorg ervoor dat je in het najaar altijd je kussens goed schoonmaakt en droog opbergt. En je opbergvakken openzet zodat de boot goed kan luchten. Dit was hem alweer, het einde van deze Sloep & Tender videoblog. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad, maar misschien zijn nog niet al je vragen beantwoord. Als je nog een vraag hebt over de stalling of als je zelf onderhoud wil plegen, schrijf het dan hieronder. Dan zullen we hem in deze dagen gaan beantwoorden. Alleen ben ik eventjes weg en dan hoop ik dat jij het gaat bekijken. Koen, dan mag jij het commentaar eronder aangeven, want ik ben op vakantie en ik lees je niet altijd. Goed, anyway. Volgende week zijn we terug. Koen of Joris of Bas. Met een gloednieuwe vlog. Ik wens je een heel fijn weekend. En tot volgende week.